Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. Drie ondernemers uit Meijerijstad willen op korte termijn een drive-in faciliteit realiseren waar bezoekers vanuit hun auto een evenement kunnen bijwonen. Party uit Erp en Room Events en Spice uit Veghel zijn alle drie actief in de evenementenbranche en horeca en hebben natuurlijk een groot deel van hun omzet zien wegvallen. En daarom hebben ze het oude Amerikaanse idee van een drive-in bioscoop van stal gehaald en opgepoetst. Dat kan een film zijn, dat kan een sportwedstrijd zijn die vertoond wordt op tv. Dat kunnen live optredens zijn van artiesten die we projecteren op het scherm. Ga zo maar verder. De film die zie je op het grote scherm. De audio die gaat via een FM-frequentie. Dus via de autoradio horen mensen het geluid wat bij de film past of bij de voorstelling. En zo volg je vanuit je auto de film of de voorstelling. Vooraf gaan mensen naar de website carwatchdrivein.nl. Daar kies je de voorstelling waar je naartoe gaat met de bijbehorende datum. Stel je arrangement samen. Dus het is niet alleen maar de voorstelling, maar het is echt een avondje uit. Inclusief een natje en een droogje. Dat stel je daar samen, reken je af en op de dag dat de voorstelling is, kom je naar de venue toe, naar de locatie. Daar word je gescand, je e-ticket, je krijgt meteen de coolbox met je hapjes en je drankjes. En je rijdt door naar het gereserveerde parkeerplaatsje. Het is de bedoeling dat er twee personen in een auto zitten. Mocht het binnen een huishouden zijn, mogen ze met vier in de auto. Maar het is natuurlijk wel de vraag of dat je vanaf de achterbank de film zo goed kunt volgen. We hebben een aantal locaties op het oog en nog even in afwachting van wat de richtlijnen worden. Wat er mag en wat er niet mag. Gaan we de definitieve keuze maken voor de locatie. Maar dat die in Meijerijstad is, dat is zeker. We gaan uit van 200 tot 250 voertuigen die we kwijt kunnen. We vinden het super leuk om te organiseren. Maar het moet natuurlijk ook nog wel een beetje rendabel zijn. Dus we hebben een flink groot terrein nodig. Met de gemeente wordt op dit moment bekeken welke vergunningen er nodig zijn. En als het aan de initiatiefnemers ligt, zouden er vanaf begin juli wekelijks maximaal 9 voorstellingen gerealiseerd kunnen worden. One that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family.